dat alle gewelven een nepconstructie is in deze kerk. En met nep bedoel ik wel echt gewelven. Maar ze hebben gewoon niets met de buitenkant van de kerk te maken. Want als je beneden in de hal staat, dan zie je die mooie gewelven zo gaan. Maar je ziet gewoon dat die gewelven naar niks ophouden. Er lopen gewoon planken overheen of dat. Dus aan de andere kant, hier zie je dus de bolling van het gewelf, waar je beneden de holling ziet. Zo zit de hele kerk in elkaar. Ik heb een keer boven de kerk gelopen, dan zie je allemaal van dit soort berglandschappen gaan. Het heeft dus niets, zoals in de echte gotiek, met de constructie van de kerk te maken. Want het is gewoon gebouwd in deze toren en gebouwd in een rechter in een kerk met gewoon zadeldak. Het hele dak heeft niks te maken met die gewelf. Ja, het is gewoon van mooi. Het is gewoon het namaken van de gotiek. En dat kan je hier heel goed in zien. Nou, alles wat nieuw hout is, dat kan je meteen herkennen, dat is allemaal nu met de restauratie aangebracht. Alles wat nog donker gekleurd hout is, is nog van daarvoor. Dit is wat de stichting nu heeft gedaan. We gaan nu deze trap straks op. Deze trap gaat naar de klokken en van de klokken gaan we weer naar de verdieping hoger, naar het uitkijkpunt. Deze hele trap is betaald door de stichting. Die actie die met de golftoernooi Amstelveen €25.000 heeft opgehaald. Er zijn er 6 nieuwe uitkijkpunten van betaald aan deze hele nieuwe trap. Je moest hier vroeger met een los ladderje weer naar die, lophoudertje naar de volgende, allemaal losse ladderjes waren. Dat telkens naar niveautjes toe. En nu is het een stevige constructie geworden. Dit is het uurwerk. Ik heb net mee mogen maken die 12 ging slaan, de vorige groep. Hier zie je een grote tandwiel gaan. En dat tandwiel, dat hamertje, dat staat nu net naast het brede stukje. Die brede, dat is de 12. Daarnaast zit een stukje, dat is iets smaller, dat is de 11, dan de 10. En u ziet dat hier nu, aan het hamertje dat eraan komt, dat komt de kortste aan, dat is 1. En daarnaast zit een iets langer stukje, dat is de 2. Dus dat uurwerk dat draait, en als die straks de 1 aanraakt, het hamertje, dan gaat de klok 1 slaan. Dus hier zie je zo dat tandwiel. Dat oranje ding, dat is er later aangebracht, dat staat in verbinding met deze kast. Dat is de connectie met de atoomklok in München, die tot op de milliseconde gelijk loopt. Dus dan wordt hij gecorrigeerd. Dat is ook met de zomertijd, heb ik net gevraagd, hoe doen jullie dat, als die een uur vooruit moet gaan. Het gaat allemaal automatisch, omdat de klok in München dat ook doet. Dus dan slaat hij dat automatisch, dat uur slaat hij over. Je ziet, deze constructie is later in de kerk gekomen, want hij is gemaakt door een bedrijf wat opgericht is in 1920. Dus hij moet iets van tussen 1920 en 1930 zijn gemaakt en hier zijn neergezet. Dus hoe dat vroeger ging met de klokken, dat is weg. Hier zie je een stang gaan, dat is de aandrijfas naar de klokken. Als we zo hierboven zijn bij de klokken zelf, dan zie je hem ook weer doorlopen erboven. Dus het is niet voor de luiden van de klokken, maar dit is voor de drie klokken aan de buitenkant met de wijzers, de tijdklok. Daar staat hij mee in verbinding. En dan zie je boven, als we straks bij het uitkijkpunt zijn, zie je hem daar ook weer naar boven komen. En dan wordt hij verdeeld over de drie klokken. Je ziet hem meer radertjes naar de drie verschillende klokken toe gaan. Dus dit is een mooie kast, jaren 1920, 1930 wordt hier gedateerd. Maar niemand die het zeker weet, het is ook niet opgeschreven in de kerk. Het oranje staafje. De verbinding met de atoomklok. Ingewikkeld systeem, hè? Ja, ongelooflijk. Ja. Dat is wel weg. Waarom zijn er eigenlijk beneden twee van die geweldige ondersteuning in hout? Omdat die helemaal aan het scheuren zijn. Ah, alleen maar die twee. En omdat er een oude sloot in zat. Ja, het is 12:30. En komt daardoor. En die sloot, die hebben ze toen dichtgegooid bij het maken van de kerk. Maar niet goed genoeg, die is verder gaan zakken naar die grond. En daardoor is die kerk aan die kant bij de sacristie daar gaan trekken aan de kerk. Ja. Waar de sacristie daar vast zit. Dat is het zwakste punt. Maar is die toren nou rechter gekomen of niet? Ja, de toren is ook rechter gekomen, ja. Oh. Ja, klopt. Ja, in de toren boven was er een grote tegenvaller. Dat ze moesten dingen van het lood bij die trant, bij die omgang vervangen. Ja. Toen ging het lood eraf, toen bleek dat het hout eronder ontzettend veel verrot was. Toen hebben ze dat ook eens allemaal weer moeten doen. Dan weer het lood eromheen. En nu hebben ze de klokken weer terug in functie, met nieuwe letters en nieuwe lijnen. Ja, een nieuwe kerk. Ja. Nee, maar zaten dus dingen die niet verwacht zijn tijdens de eerste... Behalve het hout. Ja, dat hout bijvoorbeeld met het rot, dat was helemaal totaal, dat was nieuw, dat hadden ze nooit gezien. En dat betekent dus dat de kosten hoger zijn. Ja. Ik zal straks, als we op het koor zijn, als we naar beneden gaan, lopen we van het koor. Aan de ene kant zijn de ramen al helemaal vervangen. De nieuwe glazen noten hebben ze uitgehezen en vernieuwd.
En de andere kant niet. De natte kant, aan de kant van het kerkhof, de zuidwestkant, ja. Die was er slechter aan toe. Nu hebben ze gekozen om alleen die kant te doen en de andere kant, de oostkant, maar niet. En eentje voor je dood. Yes. Dat was het idee. De middelste klok is de Hemonieklok. Die is uit 1672. Is dus 350 jaar oud. Is 250 jaar ouder dan de kerk. De middelste klok, die grote. Hij weegt 1400 ton. En hij is gekocht door pastoor Brouwers op een veiling. Toen hij hier de kerk had gebouwd. Dus hij was toen hij hem kocht, al 250 jaar oud. Net is gehoord om te vertellen dat er waarschijnlijk een scheurtje ergens in zat. Heeft ooit gelezen in een boek. En het schijnt te kunnen horen als de grote klok luidt. In de oorlog zijn ze er alle drie door de Duitsers uitgesloopt. Ze zijn verscheept, ze zijn naar Leerdam gegaan. En de boot is na Leerdam moest hij om Noord-Holland of om Friesland heen varen. Maar hij is niet verder gekomen dan Urk. En dat was een beetje het einde van de oorlog. En ze zijn eigenlijk nooit het land uit geweest. En na de oorlog zijn ze dus vanuit Urk met de boot weer teruggekomen en weer teruggegaan. Dus de Duitsers hebben ze niet op kunnen smelten. Hoe? Ja. Dat zal ze. Ja, ik zal het toch niet weten, hoe krijg ik dingen eruit? Vast niet door het gat gaan volgen. Nee, het is ongelooflijk. Deelt over drie radar. Ja. En dan zie je dat we even kijken, we zoeken hier boven mijn hoofd, zie je er eentje gaan. Een van de drie. En die gaat dus hier de klok aan draaien. Hier zit de klok. Hier staan we achter de klok. Je ziet hier, dit gaatje is van de 6, dit is de 5, dit is de 7. Hier hebben vroeger lampjes in gezeten. Het is nog de oude verlichting geweest. Nu wordt de klok vanaf de buitenkant verlicht. Er zit verlichting aan de buitenkant. Heel vroeger zaten hier zo heel nodig zo de lampjes in bij elke rij, bij elk getal. Dat wordt dus niet meer gebruikt. Dan kan je nog zien wat de klok zit. De klok heeft een diameter van 2,20 meter. Dat is nog langer dan ik. Hier is een beruchte moffenhokje. Hier hebben de Duitsers gezeten in de oorlog. En ze hebben op die plekken van de 6 nieuwe ramen die we nu hebben aangebracht, zaten kleine openingen. En konden ze de Schiphol in de gaten houden. Hier zaten ze met twee stoelen en een potkacheltje om zich te warmen tegen de kou. En ze zagen het waarschijnlijk als een strafkamp, want hier hebben ze, het staat er nog op, hebben ze zitten turven hoeveel dagen ze hier zaten. Dus er zijn deze streepjes hier. Dus het gebouwtje is ook vanuit de oorlog? Nee, dat stond er al. Maar ze weten niet waarom het er al stond. Nee, dat vroeg ik. Want dat vroeg ik net aan de. Maar ze weten niet waarom het er al stond. Ze weten het niet 100% zeker. Ze denken misschien iets van uurwerk of zo, maar ze weten het niet zeker. Ze weten het niet zeker, maar het hokje stond er al. Ze hebben de moffen niet gebouwd. Vreemd. Echt vreemd, hè? De stoelen staan er wel in van de oorlog. Ja? Ja. Oh, leuk. Dat zijn de oorzijde moffenstoelen. Ja. Oh, dat werd gezegd, ja. In al die toren had je voor ook bijvoorbeeld de brandwachtziening. Ja, oh, dat zou, ja. Zou ook nog iets kunnen zijn. Ja, had je dat in de 19e eeuw opgenomen? Ja, want als je de Martini Toren hebt, hebben ze ook altijd iemand permanent ingezeten. Altijd? Als er brand was, dan ging hij zijn hoorn blazen. Ja, ja, ja. Maar die zat permanent boven. Oh, ja, ja, dat zou best nog kunnen. Ja, ja. Dit is de keizers. Constructie. Ja. 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 Nou, je hebt een koningsconstructie en een keizersconstructie. Ik heb net gehoord, dat zijn bouwtermen. Deze paal stoot nergens om, maar die hangt dus aan de constructie van de toren.